De film draait. Je ziet de zon bijna de zee raken. Het gekrijs van meeuwen overstemt de zachte muziek. Op de top van de duinen staat een huis. Vanaf het strand loopt er een smal paadje naartoe. Piepend gaat het hekje open. Er komt een gedaante in beeld. Zo te zien een man. De man heet John Wick. John Wick is een Engelse spion en hij spioneert bij de kutrussen. Na een gevaarlijke missie in Moskou is hij net terug in zijn standhuisje in Engeland. De missie in Moskou ging niet als gepland. Hij werd ontdekt en moest vluchten. Waarbij hij per ongeluk de zus, moeder, andere zus, vader, oma, opa, beste vriend, broer, andere broer en dochter van de Russische president Poetin doodschoot. En nu staat hij voor zijn hekje bij zijn huis. Er klopt iets niet, maar hij weet niet wat. Langzaam loopt hij naar het huisje. Onderweg struikelt hij bijna over een bananenschil. Kut, hij doet de deur open. Achter de deur staat een huurmoordenaar met zijn machinegeweer 9318520. Net voordat de Russische huurmoordenaar kan neerknallen, geeft John hem een RKO out of nowhere. Nu is de huurmoordenaar dood. John pakte de telefoon van een moordenaar en stuurde een sms naar Poetin. Fuck you, bitch! Ha 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 ha! John Wick leefde nog lang en gelukkig. Psych! Psych! That's the wrong number! Er kwam een tweede huurmoordenaar die John Wick vermoordde. En Poetin leefde nog lang en gelukkig. Totdat hij stierf aan terminale oortyfus. Now I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life. I just wanna scream. How could this happen to me? Everybody's screaming. I try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again.